Ik ben Bert van Oorschot. Ik ben de lijsttrekker van 50PLUS hier in Zeist. Omdat wij vinden dat de ouderen in Zeist beter vertegenwoordigd moeten worden. 50PLUS wil levensloopbestendige woningen. Het is een veelgemaakte fout dat ouderen niet zouden willen verhuizen. Die willen best verhuizen. Maar het moet wel een passende woning zijn. Niet dat ze van een grote vierkamer villa naar een studiootje gaan. Men wil wel een logeerkamer voor de kleinkinderen of een studeerkamer voor hunzelf. Waarbij dan ook gelijk weer huizen vrijkomen voor de jongeren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er veel meer gebouwd wordt voor de sociale woningbouw en de middenhuur. Want daar is in Zeist een schreeuwend tekort aan. Sowieso moeten de zorgvoorzieningen die er nu zijn, die moeten in stand gehouden worden en waar kan uitgebreid worden. Daarvoor willen we inzetten op de PGB dat die inkomensafhankelijk gaat worden. Zodat mensen die financieel een grotere draagkracht hebben meer gaan betalen. En er meer geld te besteden is voor de ouderen die en ook de jongeren die miniem verdienen. Meer gebruik kunnen maken van de voorzieningen zoals thuishulp, dat soort dingen. 50PLUS wil de WMO in stand houden en waar nodig uitbreiden. Onder andere door de PGB inkomensafhankelijk te maken. Waardoor de mensen met een smalle beurs veel meer recht hebben op uren in de thuiszorg. Op het gebied van sport en cultuur wil 50PLUS de voorzieningen die er nu zijn behouden, waar nodig uitbreiden. Daarbuiten vinden we het heel erg belangrijk dat voor iedereen, jong en oud, rijk en arm, alle voorzieningen open zijn, toegankelijk zijn en vooral betaalbaar zijn. Een heel belangrijk punt van 50PLUS is het vertrouwen terugwinnen van de inwoners in de politiek. Inwoners van Zeist voelen zich nauwelijks meer gehoord en dat willen wij gaan veranderen door ook na de verkiezingen het organiseren van politieke cafés om de mensen te bevragen over allerlei onderwerpen die in de gemeente spelen.